begonnen als klein meisje bij BIM met judo. En in de loop van de jaren bleek het dat ik goed was in judo. Hoe ouder ik eigenlijk werd, ging dat steeds beter. En dat ik ongeveer een jaartje of 13 was, toen bleek het dat ik toch eigenlijk wel heel veel talent had voor judo. En begon ik bij de jeugdkampioenschappen grote medailles te winnen. Je begint zeg maar met een jeugd-Nederlands kampioenschappen. Daar haalde ik het brons. Maar het jaar daarna, daar werd ik Europees kampioen. Dus ik, in dat jaar heb ik heel veel toernooien gewonnen. Ik werd Nederlands kampioen en ik heb in het buitenland alle toernooien gewonnen. En dan gaat het eigenlijk heel goed. En weken voor win je het grootste toernooi wat er is. En een week later scheur je gewoon je kruisband af. Ja, het is ongelooflijk. Ik wist ook echt even niet zo goed op dat moment wat ik ermee moest. Eerst dacht ik van shit, weet je. Ik heb zoveel verhalen gehoord over kruisbanden. Toen dacht ik, dat is een jaar. En dan ga je nadenken, je zit in het Olympische circuit, hoe ga ik dat nog inhalen? En weet je, het is bijna onmogelijk inderdaad. Dus ik had het er wel echt heel moeilijk mee. Tijdens mijn revalidatieperiode kwam ik er eigenlijk achter dat mijn Olympische droom niet meer haalbaar was. Ik had in Nederland geen kans meer gekregen, want ik sta een jaar stil. En dat zou eigenlijk betekenen dat je dus het jaar daarna, dat je alles moet winnen wat er te winnen valt. Dus je mag geen enkele fout maken. Dit is bijna niet te doen. En dan sta je daar, dus alleen met je coach en talent voor judo. En dan? Je gaat op zoek naar andere mogelijkheden. Ik ga alleen voor Rio, weet je. Dan moet je harde beslissingen nemen. Er zijn een hele hoop dingen die je moet overwegen natuurlijk. Uiteindelijk heb ik besloten om te stoppen om voor het Nederlandse team te gaan judoën. Ik ben getrouwd met een Joodse man en daardoor gingen we kijken of ik uiteindelijk voor Israël misschien kon gaan judoën. En dat is nu ook gelukt. Sporters worden daar gewoon echt als diamanten behandeld. Ik ben echt heel erg blij met Israël. Ik ben ze heel erg dankbaar hoe ze mij ontvangen. Ik voel me ook heel erg thuis in de groep bij de meiden. En ze doen echt ontzettend veel voor me en het is top geregeld allemaal. Ik ben heel erg trots dat ik deel uitmaak van het Israëlische team. Ik stond top 3 op de wereldranglijst. Want ik ben al mijn punten kwijtgeraakt omdat ik ben geswitcht van land en in het Olympisch circuit. Ik ben mezelf weer helemaal aan het terugvechten op de wereldranglijst en dat natuurlijk nu onder de Israëlische vlag. Op het moment sta ik er goed voor om mezelf te plaatsen voor de Olympische Spelen. Ik zal verschillende sportfaciliteiten nodig hebben om verder te kunnen presteren. En ik weet zeker dat een hoop bedrijven het leuk vinden om deel uit te maken van een Olympische droom van een sporter eigenlijk. Ik zou in allerlei faciliteiten graag gesteund willen worden. En ik hoop dat anderen dat ook zo zien. Iedereen die mij steunt, of dat nou een persoon is, of een bedrijf, of wat dan ook, die wordt automatisch een officiële sponsor van mij, dus van een Olympische sporter.